Amsterdam en de Amsterdammers zijn veel gewend, maar een bondparade op een warme septemberdag en dan nog wel van 30 Nederlandse mannequins, dat had men zelfs in de hoofdstad nog nooit gezien. Op deze originele manier maakten Nederlandse bondfirma's propaganda voor hun product en met succes. Duizenden vrouwen en bijna evenveel mannen raakten niet uitgekeken op al dat schoons. De bondcompagnie had rust op het Rembrandtsplein, zodat de grote schilder tijd kreeg om een blik te werpen op de modellen en op het schilderwerk van de 20e eeuwse vrouw. In het Vondelpark begon kort daarna de eigenlijke bondshow, waarin 130 mantels getoond werden, vervaardigd van konijn en haas, maar ook van perzianer, nerts en hermelijn. In een bonte rij passeerden hier de meest uiteenlopende modellen, die stuk voor stuk getuigden van het vakmanschap der Nederlandse bondwerkers. De prijzen van deze veelal flatteuze mantels variëren van 200 tot 13.000 gulden. Op deze zomerdag liepen vele vrouwen warm voor de aantrekkelijkheden van het bond. Behalve de mannequins zelf,